Vandaag leer je wat sluitertijd is, hoe sluitertijd werkt en hoe je ervoor kan zorgen dat je altijd de juiste sluitertijd kiest. Als jij handmatig fotografeert en dus de volledige controle wil hebben over jouw camera, dan ben je eigenlijk continu aan twee knoppen aan het draaien. Het diafragma en je sluitertijd. En vorige keer hebben we diafragma behandeld, dus vandaag is sluitertijd aan de beurt. Wat is sluitertijd? Je sluitertijd bepaalt hoe lang jouw sluiter open staat. En dat heeft invloed op twee dingen. De belichting van je foto en de beweging die te zien is in het beeld. Eerst de belichting, want hoe langer jouw sluiter open staat, hoe meer licht er dus binnenkomt op jouw sensor. En hierdoor krijg je dus automatisch meer licht in je foto, maar ook beweging in je beeld. En dat is best wel lastig uit te leggen. Doordat jouw sluiter dus langer open staat, duurt het ook langer voor jouw camera het moment heeft vastgelegd. Hoe korter jouw sluitertijd is, hoe korter het moment dat jij vast wilt leggen door de camera gezien wordt. Je sluiter die sluit dan dus zo snel dat er geen bewegingsonscherpte te zien is in jouw beeld. Hiermee bevries jij dus als het ware een beweging. Als je een langere sluitertijd gebruikt en dus ook die sluiter langer openzet voor licht, ja, dan kun je bewegingsonscherpte terug gaan zien in je beeld. En in dit voorbeeld uit Marokko zie jij allebei de situaties terug. Want de man op het paard die staat stil, maar die scooter die is dus duidelijk in beweging. Dus, wil je een beweging bevriezen, dan gebruik je een snelle sluitertijd. Maar wil je juist beweging terugzien in je foto, ja dan kun je gaan spelen met een langere sluitertijd. Maar hoe zorg je dan nou voor dat je altijd de juiste sluitertijd kiest? Dat is best makkelijk. Zeker als je uit de hand fotografeert. Want als je uit de hand fotografeert, ja dan is er een heel makkelijk ezelsbruggetje. Jouw minimale sluitertijd die is altijd hetzelfde als de brandpuntsafstand waarmee je fotografeert. Gebruik je een 50 mm lens, dan ga je niet lager dan 1/50ste van de seconde. En fotografeer je op 70 mm, dan ga je niet lager dan 1/70ste van de seconde. Fotografeer je op 200 mm, ja, dan is je minimale sluitertijd dus 1/200ste van de seconde. Als jouw sluitertijd lager is dan dit getal, dan krijg je al heel snel een onscherpe foto. Iedere kleine beweging die jij met je handen maakt, die is terug te zien in jouw beeld. En dat wil je niet, dus hou je aan deze regel. Fotografeer je vanaf een statief, ja, dan is het een heel ander verhaal. Jouw camera die staat stevig, dus je kunt jouw sluiter een stuk langer openzetten. Maar ik fotografeer zelf eigenlijk altijd vanuit de hand. Dus voor mij geldt, mijn minimale sluitertijd is dus niet langer dan het aantal millimeter waarmee ik fotografeer. Hoe je het ook bent of keert, sluitertijd is een hele belangrijke instelling bij fotografie. En samen met diafragma bepaalt jouw sluitertijd hoe jouw foto er uiteindelijk uit gaat zien. Ik hou ontzettend van het bevriezen van een beweging. Het vastleggen van emotie, een gebeurtenis of juist iets anders wat binnen een paar seconden weer weg is. Dit is wat ik echt vet vind aan fotografie. Zo, we hebben gewoon al bijna de drie belangrijke instellingen van fotografie onder de knie. Begrijp jij hoe het diafragma, sluitertijd en ISO werkt? Ja, dan kun je echt creatief aan de slag met jouw foto's. Je hebt de controle over jouw beelden en dan zul je zien dat jouw eigen stijl zich vorm gaat geven. Maar voor het zover is, zul je eerst ISO nog onder de knie moeten krijgen. En daar gaan we in de volgende aflevering mee aan de slag. Maar no worries, dat is de makkelijkste van de drie. Bedankt voor het kijken, vergeet niet een like achter te laten en vergeet ook vooral niet te abonneren als je nieuw bent. Tot de volgende keer.